Goedemorgen en welkom bij Pakjes Time met Alisa en Niels. Niels heeft 2 pakjes van Zalando aangekregen. Allee, aangekregen. Zelf gekocht, maar ze zijn aangekomen. En ik heb ook een heel deel pakjes gekregen die ik jullie vandaag wil laten zien. Niels gaat zijn pak open doen, hè. Wat had je weer besteld? Schoenen? Een unboxing video. Unboxing with Niels. Ik wil hem neerzetten. Oeh. Mooi. Maar die zijn heel mooi, vind ik. Die zien er wel groot uit. Ja? Ik denk het wel. Maar die zijn wel heel mooi. Ja, je moet ze samen doen, hè. Welke zijn dat, hè? Boost of zoiets? Boost. Oei. Veel te groot. Ik mag nadenken dat je dat in metaal doet. Hoe? Gewoon? Ja, maar dat is zonder dingen, hè. Zonder wat? Dat kun je niet open doen, snap je? Ah ja, ik snap het. Gelijk een pantoffel. Ah ja. Krijg je ze aan? Ja, 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 ja. Ah, zit het precies toch goed? Ja. Ik vind die wel heel mooi. Amai. Ik wil er zelf wel zo. En dan een zwart of zo. Ik heb al zoveel wit. Ik heb ook wel echt veel wit. Maar ja, het wordt zomer, hè. Ja, dat is waar. Oh, ik vind die wel heel mooi. Ja. Zijn ze wel eens goed zitten? Echt heel mooi. Zitten ze niet goed of wat? Wel. Ja, het past. Heel joepie. Mooi. Joepie. Allee, next. Ah, oh, gaat je die andere ook aandoen? Ah ja. Dat is mijn truc, hè. Ik loop mijn schoenen altijd thuis in. Ah. Voor als ik dan moet buiten komen, snap, dan passen die al. Ja. Slim is hem toch, hè? Man, man. Zou eens je handen wassen, hè? Na de pakjes. Oké. Next. Met een KW. Ik ben benieuwd. Hij was jaloers op mijn KW. Ik zit hier dan een jeans vraag. Ja, ja. Zo'n windbreker. Zin? Het ziet er wel tof uit. Maar ja, we moeten het open doen. Het is wel zo hetzelfde stof als mij. Kijk, het ziet er wel mooi uit, precies. Oh ja, mooi vind ik. Wat denk je? Mooi is dat wel, ja. Als het er eens past. Hè. Ja. Wel maar klein wordt, hè. Ja? Welke maat heb je genomen? Medium. Dat valt toch, nee? Voilà, ze. Klaar. Ik kan beginnen wandelen. Wie is er mee? Ik vind dat wel heel mooi. Ja, heel mooi, vind ik hem. Oh, dat past. Echt heel mooi. Yes, eindelijk, dat past. Good job, hè. Oké, dan ga ik een pakje laten zien wat we hadden besteld bij Beauty & Bobs. En daar hebben ze vooral Yankee Candles, maar ook zo leuke spulletjes zoals notitieboeken, sleutelhangers en zo van die dingen. Als, wacht, ik ga beginnen met deze. Als eerste had ik gekozen voor de Afternoon Escape. Dat is deze. En die ruikt naar. Daar zit, ja, ik kan dat niet lezen. Oké. En deze ruikt heel fris, ook heel bloemig. Naar poepoe. Naar poepoe.
Nee, hij ruikt niet naar poepoe. En zo, er zit ook een iets van mannelijke geur aan of zo. Ik zie, staat dat ergens op? Vind ik? Nee, ik denk niet dat de geur erop staat. Water Garden. Ja, dat is de naam. Uh-huh. Deze noemt Afternoon Escape. Alleszins heel fris en bloemig, maar met zo'n iets mannelijkere ondertoon. En dat heb ik wel heel graag. Ik hou niet van te fel bloemig. Deze is Camellia Blossom. En deze, ja, ruikt dan wel heel bloemig, maar heel fris en niet te fel. Heel lekker naar zo, ja, ik gok dat dan naar die bloem zal ruiken. Maar ik weet niet juist welke bloem het is. En dan hebben we Water Garden. Deze blauwe. En dat is mijn favoriet. Die ruikt echt naar... Hoe noemen zo die bloemetjes die zo lekker ruiken? Lelies of zo? Meiklokjes. Dat zoek ik, mei. Meiklokjes. En dan zo fris met... Ja, water of zo. Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat deze afbeelding... helemaal is hoe het ruikt. Vind ik. En dan deze, die heb ik al aan. Gedaan. En deze noemt Sunny Daydream. En deze ruikt heel zoet. Beetje ook naar aardbei of zo erbij. Ja, ik vind dat die ook een beetje naar frisse aardbei ruikt. En ook naar bloemetjes weer. En dan heb ik zo'n lid nog voor erbij gekocht, want dan brandt die mooi en dan krijg je niet zo'n tunnel effect. Ik had al zo eentje en nog eentje. En dan heel lief, maar Rani van Beauty and Bob's had dan ook een gratis kaars er nog bij gestoken. En deze is Garden by the Sea. En ik denk na deze is dit mijn favoriet. Die had ik zelf niet gekozen, maar die ruikt zo lekker ook. Gewoon, ja, ook weer alsof je in een tuin vol met lekkere bloemetjes zit. Dus ja, allemaal hele frisse, lekkere lentegeuren. En dan was ook nog Meal Planner bij. Super handig. Je kunt je voor heel de week je maaltijden plannen en een shoppinglijstje hiernaast maken. Dat vind ik wel heel fijn, want zeker nu in deze periode plannen wij wel onze maaltijden. Want anders is dat gewoon geldverspilling. Niels doet teken dat hij het niet leuk vindt. Maar ça va toch, hè? Ja, ja. Dat is handig voor naar de winkel te gaan. En dan heb ik ook nog een weekly planner. Deze, ook super tof. Hier kun je schrijven get stuff done. I'm grateful for, remember, en dan de dagen van de week en één vakje voor het weekend. Dus dat ga ik zeker gebruiken. Heel tof. Oké, dat is alles wat ik van Beauty and Bob's heb. En de andere pakketjes ga ik doorheen de dag doen. Er is post gekomen voor Milky and Muffin. Ik weet niet of jullie het zo zien. Milky and Muffin Loop. Kei schattig. Milky! Oh, Muffin is hier al. Muffy, kijk! Er is post voor jullie. Oei. Ah, ik wil aan het touwtje van de camera vangen. Er is post voor jullie, hè? Is voor jullie? Oh, wat zou dat zijn? Oh, kijk, schattig. Oh. Oh, dat is kijk cute, vind ik. Dus Red Mijn Huisdier is een organisatie die zo stickers maken voor katten en voor honden. Amai, dat zijn trouwens ook kei goeie stickers, zo heel dik. En dan moet je aan je raam of op je deur hangen en dan staat er beste brandweer. Hier wonen ook twee katten. Dus stel dat er ooit brand of zo in je huis is, dan... weet de brandweer ook van, ah ja, oké, ik moet ook die twee katten redden. Dus ik vind dat echt een super tof idee. En ja, ah ja, het is eigenlijk ook wel logisch, want als er brand is of zo, dan gaat de brandweer kijken, zijn er nog personen aanwezig. Maar je wilt natuurlijk ook wel dat je huisdieren
gered worden. En dat die ook uit de brand gehaald worden voor als dat nog kan en zo. Dus ik vind dat echt een heel, heel, heel tof idee. En die ga ik zeker ophangen. Ik ga 1 op mijn appartementsdeur hangen. En 1 die ga ik nog houden voor als we gaan verhuizen. Wie weet. Dus ja. En jullie kunnen dat terugvinden op www.redmijnhuisdier.be. Op de Instagram is red-mijn-huisdier. En er staat: kleef de sticker op een goed zichtbare plaats. Bij voorkeur op ooghoogte, vlakbij de hoofdingang. Misschien moet ik dat onder op mijn gebouw hangen. Dan of zo. Het zien er ook stickers uit die er heel makkelijk wel terug vanaf gaan en zo. Dus dan kan ik die er vanaf doen als ik verhuis. Ik ben trouwens naar Niels aan het kijken. Maar ik vind het wel echt een tof idee, hè? Hij knikt. Doe het hem. Zullen we die op de deur hangen dan? Hier op de deur. Maar stel dat er onderbrand uitbreekt. Bij de onderburen. Ja, als ze u hier moeten komen redden, dan moeten ze toch door de deur komen. Ja, dat is ook waar. Ja, of door het raam. Maar er zijn er 2, dus ik kan 1 op de deur en 1 op het raam doen eventueel. En dan super schattig staat erbij voor Milky en Muffin. Dit zijn trouwens de gegevens. Dit is ook helemaal niet gesponsord, maar ik zag dit online op Instagram. En ik dacht, ja, dat is wel echt een heel slim idee. Want natuurlijk wil ik ook dat mijn katten uit een brand of zo gered worden. Dus daarom deze 2. Zodat ze jullie ook meenemen, hè? Ja, hè? Weer een vuil oogje, hè, schat? En jij? Hè? Ik vind trouwens dat die kat een beetje op Milky lijkt. Nee? Een beetje, ja. Cute. Milks. Ja. Dan heb ik nog een pakje van de liefste Joyce van Joyfee. En ik ben heel benieuwd. Oh, dat komt altijd zo mooi ingepakt. Dat is echt gewoon zo cadeautjes tijd of zo. Dat is echt zo tof. Oh. Dit is Money Flow setje, denk ik, als ik me niet vergis. Ja, de Money Flow set met edelstenen. Oh, en dat zakje en dat is ook super cute. Ik ga ze zelfs uitpakken. Dan is dit, denk ik, de de set voor. Nee, oké, ik weet niet. Ik ga het even open doen eerst. Muffin vindt de doos alleszins al heel leuk. Hierin zit een sleutelhanger. En dat is een agaat sleutelhanger. Dit is ruwe boomagaat. Super mooi, wauw. Echt heel mooi. En dit armbandje is howliet, denk ik. Ja, howliet. En dat werkt kalmerend en harmoniserend en helpt je minder kritisch naar jezelf te zijn. Hij geeft kracht en versterkt het geheugen. Kei leuk. Wauw. Ook mooi trouwens. Heel mooi. Hele simpele mooie kleuren. Hier staat mijn armbandje is al ingepikt. Hij deed het aan en hij zei, allee, merci hè. Wat is er, schat? Je moet zo niezen in die doos. Is er een geurtje? Ja, zie, dat is echt zo'n vrouwenbandje. Als ik nu nog ja, vind je dat? Als ik nu nog nagellak zou opdoen, dan zou ik precies vrouwen aan hebben. Dat vind ik nu niet echt, maar ja. Ah, ik vind dat de armbandje voor allebei zou gaan. Maar geef het maar terug aan mij. Dank je. Dan zit er een super lief kaartje bij van Joyce. En in dit doosje zit thee. Een Earl Grey en Cornflower tea. Super leuk, ik drink heel graag thee. Dan een papier over de sterrenbeeld surprise box Thalisa vissen. En ze maakt dat dus echt helemaal op u als persoon en op uw sterrenbeeld. En ik gok dat die steentjes dan allemaal hierin zitten. Er zit een blauwe agaat, een ruwe amazoniet, citroen, ik kan dat zo moeilijk lezen. Chrysopraas, denk ik. Een mokkaïet,
ruwe lazuliet. Muffin is kei geïnteresseerd. Een manganokaliet, kalciet en een turquoise. Maar ja, voor meer uitleg en zo daarover kunt je best even gaan kijken op de Instagram van Joyfy. En dan heb ik normaal een setje om mijn edelstenen te kuisen. Ja. Allee, te kuisen, te reinigen. Wauw. Dus hierin zitten nog stenen precies. Ga ik zelf eens ook kijken. Dan is dit denk ik een palisanto of zoiets om je stenen te reinigen. Een schelp om je stenen in te leggen. Amai, dat is kei mooi. Wauw. Echt super mooi. En dan hierin zit nog iets. Eens kijken. En hierin zit denk ik salie. Maar moet ik even te goed kijken hoe dat allemaal werkt. Maar super, super tof allemaal. En ook nog een heel zacht vliesdekentje trouwens van Joyfy. Echt heel leuk. En in het wit, dus dat past kei mooi bij alles. Maar kei mooie stenen. En er zijn echt denk ik allemaal stenen die ik nog niet in mijn bezit heb. Dus dat is echt super leuk. En de surprise box voor vissen, voor mij dan, ben ik echt heel benieuwd naar om alles te goed te lezen. Dan hadden we ook nog één pakje van Decenio ontvangen, maar ik heb al mijn posters al opgehangen. Dus ik ga ze laten zien waar ze hangen. We hadden deze, ik weet niet of je dat goed ziet in de weerspiegeling, maar dit is zo'n Marokkaanse tempel of zo met palmbomen. Dan hadden we deze poster hier. Deze palmbomen met een roze achtergrond. Ook wel heel cute. Welke hadden we nog? Weet je het nog? Nee. Nee, die niet. Ah, daar, die palmbomen zeker. Ja. Deze palmbomen hadden we nog. Die zien er zo uit. En die heb ik hierbij gehangen bij de voeten. En dan Milky, niet aan de vleesjes, hè. I see you. Hè. Dan hadden we deze in de badkamer. Die is wel echt tof. Let's get naked. De laatste die we hadden was deze met de coördinaten. Hoe zeg je dat? Coördinaten? Ja. Waar we elkaar voor het eerst gezien hebben. Dat was bij Niels thuis. En dan staat er Niels en Thalissa. En de datum dat we officieel samen waren. Oké, nu gaan we aperitieven, hapjes eten, vleesjes, die ligt in de diepvriezer en heel voorzichtig open doen, want die kan er wel eens uitvallen. Dat was niet voorzichtig, maar oké. Okay. Nee, de dingen. En ik ga hier de vlog afsluiten hopelijk van jullie pakjes tijd met Niels en Thalissa, heel leuk. Vond jij het leuk? Ikke? Ja. Enorm. Om je pakje te laten zien gisteren, of deze morgen, wanneer was dat? Ja. Ja? Okay. Als jullie meer van dat willen, doe dan zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en dan zien we jullie de volgende keer.